Goedemorgen, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik werd wakker met voetstapjes van Dinari, want ze heeft in de regen gespeeld. Dankjewel hoor, dankjewel. Een hele goede morgen, het is vandaag vrijdag. Ik heb even snel iets aangedaan, want ik moet weer richting dermacaniek om te laseren. Daar heb ik echt heel veel zin in, want de vorige keer had ik alleen mijn bikinilijn gedaan en mijn oksels. En nu ga ik even de rest afmaken. Dus ik was vandaag opgestaan en toen ben ik gewoon gelijk weer gestart met de serie van gisteren. When They See Us. Ik vind het echt zo'n goede serie. En ik was gisteren zeg maar zo in shock dat toen ik naar bed ging dat ik er heel tof voor na ging denken. Vond ik het gewoon, ja, ik vond het echt heel erg heftig zeg maar. Maar ik ga deze echt zeer zeker afkijken. En ik vind het ook echt een serie die Nessie met mij zou willen kijken. Dus ik moet hem nog even overhalen om samen met mij deze serie te kijken. Gekomen bij Dermac en ik. Het is vandaag echt super lekker weer. Ik had gisteren nog even gekeken wat voor weer het werd vandaag. Maar waarschijnlijk gaat het straks wel regenen ofzo. Maar het is nu echt lekker weer. Het thuis let niet op haar. Dat is er niet uit. Ik heb even de deur opgedaan. Want dan kunnen mijn katjes naar buiten gaan. Deze is helemaal blij. Ik ga zo even mijn haar wassen. En het even weer fatsoenlijk doen. Want ik zie er echt een paar dagen zo uit. Nee. Ik ga eerst even een serie kijken. Ik ga eerst even aflevering 2 kijken van When They See Us. En daarna ga ik even mijn haar doen. En daarna ga ik even editen. Want ik heb echt zo lang niks gepost. Ik schaam mij gewoon. Dus hierbij, sorry. Ik ga zo editen. Ga ik even nog een paar factuurtjes opstellen. Want ja, ik vond de volgorde van het gewoon shit. Ik ga eerst even factureren. De belangrijkste dingen gaan even voor. Mijn huid is nu een beetje rood. Omdat ik heb gelezen. Ik heb ook meerdere gezicht gedaan. Echt super happy. Als ik net klaar ben met lezen. Want dan weet ik dat ik pas over een paar weken weer langs moet. En als ik eenmaal eens aan het werk ben. Dan ben ik ook echt heel goed aan het werk. Ik heb nu al mijn mails beantwoord. En ik ga nu starten met editen. Hebben ze lekkere natte voel gekregen. Dat geef ik echt bijna nooit. Want dat zag ik helemaal niet goed voor ze. Maar ik zie het een beetje als een weekendsnackje. Lekker hoor. Voor het eerst na een lange tijd eitjes aan het koken. Ik doe het echt bijna nooit. Maar soms heb ik er echt heel veel zin in. Ik heb alleen niet echt een geschikte pan voor. Ja, lekker 3 gekookte eieren eten. Met zout, peper en een beetje mayo. En een lekker kopje thee gemaakt. English tea. My fave. Ik heb heerlijk gedoucht. Ik ga even snel mijn haren doen. En daarna koken. En ik ben ondertussen travel vlogs aan het kijken. Ik heb een paar leuke YouTube kanalen ontdekt. Wel in het Engels. Waar ze travel reisvlogs maken. En ik was het net al onder de douche aan het kijken. En nu ga ik even verder kijken. Want het is echt, ik heb echt een heel leuke YouTuber ontdekt. Zo, ik heb mijn haar inmiddels gedaan. Het is echt nog half nat. Maar ik had echt geen zin meer om te vullen. Want ik heb het echt zo warm gekregen. En ik moet echt heel snel gaan koken. Echt, dat heb ik echt heel lang niet meer gezien hoor. Krulletjes. Ongelooflijk. Elke dag met platte haar rondlopen. Daarnaast moet ik ook nog echt wennen aan mijn donkere haar natuurlijk. Echt heel anders. But I love it. Vooral met make-up en zo op. Ik heb hier lekker veel groentes neergelegd, want ik wil het allemaal naar binnen werken vandaag. Ik ga lekker asperges maken met een stukje vlees. En ik denk dat ik van de rest even een soepje ga maken. Klein probleempje, want alles is ontdooid in de vriezer. Dus ik denk dat hij niet helemaal goed is tegen daarna vannacht. Shit. Fuck. Ik moet gaan schoonmaken, jongens. Ik heb alle sapjes eruit gehaald. Ik kan echt niet. Alles weggooien, jongens. Dat vertrouw ik echt niet. Zo, ik wil echt boos worden eigenlijk. Want ik moest echt beginnen met koken. Maar goed, nu heb ik wel mijn hele diepvries gewoon schoongemaakt. En ik heb alle kip en vis en zo weggegooid. Echt zonde, maar ik vertrouw dat echt niet. Zo, ik heb de groenten. Mijn soep allemaal gesneden. En ik ga ze nu even koken, kruiden en pureren. Zo, inmiddels gekookt. Alles gekruid. Ik gebruik dus geen bouillon. Ik kruid het gewoon heel lekker goed. Zo, is klaar. Ik ga nu vlees bakken. Even eerst opwarmen. En asperges koken. Lekker. Kijk dan. Olie
sputterde overal. Ik heb er dit op gelegd. Zo, oh, het eten is klaar. En wat een timing. Ik hoor Nessie nu binnenkomen. Ik ga stuk. Nessie, ik was net klaar met koken. Wat lekker, echt honger. Precies de timing. Zo gezellig. Oh, ik vergeet mijn salade. Ik had namelijk ook nog een salade gemaakt. Dit maakt het geheel wel een beetje af. Wow. Dus het eten was echt heerlijk. Soms is het echt gewoon het meest simpele eten. Gewoon lekker. Wij kijken nu. Waar kijken wij nu, Nes? De Hangover. 3. Deze reep is vandaag gekocht voor Nessie. Ze zijn 100% natuurlijk en ze waren in de actie. Ben benieuwd. Oké, wij hebben dus nu net samen een aflevering gekeken van When They See Us. En Nessie vond het echt heel erg leuk, ook al heeft hij eigenlijk aflevering 1 gemist. Ja, maar ik zeg eerlijk, het maakt niet uit dat ik aflevering 1 heb gemist in principe. Maar vind je het vet? Vind je het een goede serie, zeg maar? Ik vind het leuk, maar je hebt iets op je voorhoofd. Wat? Aardbei, denk ik. Ik heb nu aardbei gezien. Nou, aardbei op je voorhoofd, omdat je dat sneeuw. Ik heb aardbei gezien. We gaan aardbei eten met walnoten. En water. Nou, dan vind je het wel een leuke serie. Ik vond het hartstikke leuk. En we zijn zelfs nu in aflevering 3. Weet je wat ik me afvraag, hè? Nu zijn we zeg maar bij aflevering 3 al. Ja, ik wil eigenlijk niet zoveel spoilen. Maar ik vraag me af, zeg maar, wat krijgen we nog te zien dat het zeg maar zo heftig is? Want ze zijn al vrij. Ja, maar er... Ja. Is er, zeg maar, zijn er zeg maar dingen gebeurd? Dan gaan ze terug in de tijd en zo of zo? Ik snap wat ze... Nee, je moet gewoon kijken. Dat kan ik niet zeggen. Want het gaat erom, ze zijn onschuldig hebben ze vastgezeten, toch? Ja. Dat is de eindconclusie waarschijnlijk. Ja. We gaan het zien. When they see us and we will see when... Precies. En wij gaan lekker gezonde snackjes nu eten. Nou, dat valt wel mee. Wat ga je eten? Dat is ook gezond, heb ik voor jou gehaald. Ik moet van Nessie filmen hoe dik mijn kat is. Wat is dit, man? Wat is dit, man? Wat is dit? Jouw hoofd is 2 keer kleiner dan jouw buik. Oh, lekker ding. Oh, word je agressief? Word je agressief? Word je agressief? Oh, deze mond is zo lekker. Inmiddels gewoon aflevering 4. Omdat we het echt... Ja, we kunnen gewoon niet meer stoppen met kijken. We waren net naar bed gegaan en dachten, nee, nog 1 aflevering. Dus nu zijn we bij aflevering 4. En het duurt nog een half uur. En ze moeten er een beetje debrief van, maar ik kan ook niet stoppen met kijken. Nou, jongens, we hebben alles afgekeken. Bestond maar uit 4 afleveringen. En elke van bijna 1 uur, 1,5 uur. Oh, wat is dit voor Oprah Winfrey? Wat is dat? Dan gaan ze praten met de gasten, de acteurs en de dinges. Was dat leuk? Ik heb het eigenlijk een stukje gekeken voordat ik de serie keek. Dus ik weet niet, misschien vind ik het nu leuker. Maar we hebben het afgekeken en ik denk dat we nu nodig naar bed moeten. We moeten morgen heel vroeg op. Oh, jij gaat mee morgen? Ja, jij wou toch dat ik meeging? Zo, je gaat echt spijt krijgen, man. Je moet om 8:30 opstaan. Ja, als het niet lukt, dan ga ik gewoon slapen. Oké, okay, je gaat sowieso slapen. Ik hoop dat je deze vlog leuk vindt en ik zie jullie morgen weer. Doei!